YouTube, Ace zit hier en vandaag is een nieuwe video. Gisteren niet, vertel ik jullie in deze video wat meer over. En we spelen op Hypixel en er is een nieuwe serie op mijn kanaal, namelijk Hunger Games. Dus we gaan Hunger Games spelen, we gaan hier even matchen zoeken. Welke is cool? Ja, die is goed. Uit, dus. Ik ga een soort van niet-schema maken op mijn kanaal, maar jullie kunnen wel verwachten dat om de dag, dus sowieso om de dag, komt er een survival. Dus gewoon mijn survival serie die op mijn kanaal heel veel likes, heel veel support krijgt. Dus bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, maandag mijn survival serie. Dinsdag Skywars of Hunger Games. En dan de woensdag weer survival. En dan die dag daarna Hunger Games, enzovoort. Dus, wow, fuck, wat is dit? Oké, eerst neem ik een... ik neem altijd Meatmaster, gewoon omdat... Wow, shit. Deze map heb ik nog nooit gespeeld. Deze ken ik dus niet. Maar ja, we doen het toch gewoon. En ik denk dat ik gewoon ga lopen. Niet naar chests gaan of zo. Ik ga gewoon fucking snel weglopen. Dus ik speel wel graag Hunger Games. Ik denk dat Survival Games zo een van de eerste dingen is dat iedereen heeft gespeeld. En we gaan hier gewoon direct naar daar lopen. Ik weet zelf niet... What the fuck? Holy shit. Wat is dit? What the fuck? Oké, hier staat de chest. Oké, is goed. Yeah. Fuck yeah. We hebben een helm. En een bijl. En nu gaan we gewoon wachten tot er iemand komt. Oei, what the fuck? Deze map hebben we nog nooit gespeeld. Het is waarschijnlijk een nieuwe map. Dus ik hou van nieuwe maps. Ik was zo, de map is allemaal een beetje beus. Wat? Waarom is al die mist hier? What the fuck? Hoort dat bij de map of zo? What the fuck? Moet je dan... Oh man, als dit zo is, vind ik het echt stront. Kan je die knopjes indrukken? Oké. Dit is echt kak. Of ligt het dan texture pack of zo? Ik kan proberen mijn texture pack te veranderen. Kijk, we doen het gewoon options, resource packs. We zetten die erin. We halen die eruit. Done. Kijk, en nu kijken. Is het weg? Alsjeblieft. Oké, nee, maar het is wel beter. Daar staat de chest, bottle of enchanting. En wheat. Oké, ja, het is zo wel beter. We kunnen het nou beter zien. What the fuck is this mist, bro? Fuck say. Ja, niet erg, we winnen toch. Oh shit, we zijn al met 20. We gaan proberen iemand te killen, daar zie ik iemand. We gaan hem... Oh, als 200 vechten om een been. Gaat de derde been open. En zijn wij aan het winnen? Ja, double kill. Dus, oh lekker. We hebben ze alle twee gekillt. Oh, we hebben nice stuff. We gaan hier even weg. Holy shit. En wauw, deze map is echt klein. Kijk, welke stuff kunnen we droppen? Dus dat kunnen we weg. Hebben we schoenen? Die. En die. Oh, wat is dat? Died. Oké. En dat. Oh, check. Hebben we geen betere chestplate? Nope. En daar hebben we heel veel wheat. En hebben we niks van zotte dingen om mee te slaan. Plus 4 attack damage. En die is plus ook 4. Plus 4. En die is looting. Oh, hier. Een breaking 1. Oké. Die is ook zo. Beetje hetzelfde. Oké, we gaan. Hopelijk kunnen we nog iemand killen. Gaan we eerst een beetje stuff droppen? Ja. Voor de eerlijke vinder. Ah, nee, nee, ja, juist niet. Ze mogen dat niet vinden. Is er hier nog stuff? We rappen het gewoon allemaal op. Hadden we iets nice? Oh, chestplate. Ja, die is died. Altijd died beter. Wow, we hadden een nice double kill. Hoeveel leven er nog? 8. En ik heb 1 kill. Ik dacht echt dat ik een double kill had. We hebben dus een assist. Waar loop? Waar lopen er nou dudes? Ah ja, ik moest uitleggen waarom ik gisteren geen video had. Dus ik weet niet of jullie Minecraft spelen, maar gisteren waren dus de servers down. Oh crap, zijn er weer twee. Gisteren waren de servers dus down van Minecraft. Waardoor dat je, ja, weet je wel, je kon niet op servers. En ik dacht van ja, we gaan een beetje survival opnemen. Maar dan had ik 2 dagen na elkaar survival. En ik kon nog altijd achtervolgd door al die dudes. Dus ik ga ze proberen van me af te schudden. Hier zo in die docks, holy crap. En het zou handig zijn als ik nu iets kon eten, maar die doet dat de volgende keer nog altijd. En we zijn waarschijnlijk dood als we niet snel reageren. We kunnen proberen een van die dudes te killen, maar dat is dus al crap. We zijn dood. Sucks. We gaan dus nog een gamepje doen, dus slash leave. En we doen gewoon nog eentje. Jammer dat we zijn dood aan. Maar dus dat was het een beetje. En ik heb wel een paar. Hopelijk hebben we nu een coolere map. Welke is hier heel cool? Als jullie een coole map weten, laat me dat zeker weten. Oh crap, daar kunnen we niet in. We moeten ons handje nemen. Welke one zou hier cool zijn? Thorin.
Oké, ja, dus. Ik had dus gedacht van ja, ik wil wel op een server een beetje Skywars of zo opnemen. Maar dat ging dus niet, want je kon niet op de server. Dan dacht ik, ik ga nog een survival ding nemen. Minecraft Survival in mijn serie. Maar dat was zo 2 dagen na elkaar survival. En dat vind ik zo iets te snel. Dus hopelijk is deze match iets. Hopelijk is deze map iets chiller dan die vorige. Niet vol met mist. Niet dat die stom was. We hadden eigenlijk best goede loot. Maar ze teamden gewoon samen en weet je wel, is niet cool. Dus hopelijk is deze map wat cooler en we zitten nu in de map. Oh, weer al die mismap. Wat? Waarom? Waarom zijn al die mappen zo met mist? Oké, ja, boeien. Met John Smith zie je goed door die mist, dus dat is niet erg. Oké, even wachten. Die dude kunnen we. We kunnen niet naar achter lopen, dus het gaat gewoon naar het midden lopen zijn. Die chest daar nemen en dan gewoon weg. Dus hopelijk kunnen we een early kill pakken. 10 seconden, 5 seconden, oké, let's go. 4, 3, 2, 1, go, go, go. Oké, hebben we nice shit? Oké. En lopen, 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 lopen. Want er is altijd zo'n een early fight in deze server. Dus daar zie ik een chest. Daar gaan we snel naartoe. Oh, nice, nice, nice. Goeie loot, goeie loot. Oké. En nu hebben we een zwaard? Nope. Even wachten. En dan gaan wij gewoon naar de andere kant lopen. En misschien kunnen we iemand killen. Zoals die doet daar. Misschien kunnen we hem killen met de boog. Oké, we hebben heel weinig damage. En hij heeft veel damage, want hij heeft zo'n axe. Maar hij kan mij niet hitten, want hij is Mongol. Oké, kunnen we hem nog killen met de boog? Nee, ik loop gewoon weg. Ik weet niet waarom. We hebben een boog. En daarmee slaan is niet de beste oplossing. Oké, die doet is nu waarschijnlijk die andere aan het killen. En wij lopen gewoon door. Go, go, go. Worden we nog achtervolgd? Nope. Nee, ik dacht dat er die chest stond. Ja, maar die is al geloot. Sucks. Oké. Ik moet nog een chest vinden. Godverdamme. Ik heb echt respect voor die mensen die deze maps maken. Holy dude, die dude zit nog altijd achter me. Shit. Nee, nee, nee. Oh, fuck. Motherfucker. Slash lief. Wat een slechte loot. We doen nog één potje. Godverdamme. Dat is minder dat. Dat is minder dat. We doen nog één potje. Hopelijk hebben we nu lukken. Admin's Tower. Alien's Tower. Misschien is die cool. Ik weet het niet. Ook nog nooit gespeeld. En je kan natuurlijk niet zien welke map dat is. Dat vind ik zeer jammer. Jammer van de Minecraft-serie die niet volledig was opgenomen de vorige keer. Maar wat deed ik? Ik merkte mijn mind een beetje af en dan ging ik naar buiten. En dan zei ik, yo. Dus waar zien jullie allemaal? Ik ga het wel uitleggen in de volgende Minecraft Survival. Dus hop, kom op. Ah, ik wil beginnen. Kijk, nog 10 seconden, 5 seconden. Oké, en ik heb ook een paar updates, maar die komen in mijn volgende video. Het zijn best leuke updates. Dus, oh shit, oh deze map is cool. Of die, is die niet heel klein? Hij ziet er heel klein uit. Kijk die koepel. En, ja, we gaan gewoon naar achteren lopen. Oké, there are 15 players. Oké. Poep Chinees. Oké, en welke kit gaan we nemen? Knockback. We nemen gewoon die. Oké, waarom niet? Nee, ik wil die niet. Niet master is beter. Oké. We proberen een goede chest te hebben. Oké, go, go, go. Oké, we hebben een goede loot, goede loot. Goede loot, goede loot, goede loot. En nu gaat waarschijnlijk de early battle. Daar zag ik alle dudes slaan. Oké, we gaan zo ver mogelijk naar achter. Ik zie daar alle dudes. Ik ga even mijn armor aan doen. Go, go, go. En nu naar die chest, naar die chest. Kunnen we hem doodslaan met de hand? Zwaard, thanks. Broekje aandoen. Hop. En nu. Met ons zwaard, die doet killen. We bursten hem helemaal kapot. Burst, 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 burst. Wow, van waar komt al die damage? Kijk, we killen hem wel. Hij is dood, denk ik. Ja, die is dood. Zit er daar nog iets nice in? Ja. Nice schoenen. Kijk, we zijn nice. We hebben een hele nice stuff. En daar zie ik ook een paar chests. Dus daar gaan we naartoe. We gaan, oh, die mannen zijn aan het teamen. Holy crap. Holy shit, die mannen teamen. Holy shit, niet goed. Niet goed, we hebben een team. Shit, kom op. Gaat verdammen. Gaat verdammen. Oké, we kunnen hem killen, denk ik. We kunnen hem killen. We kunnen hem killen. We gaan onder water. En dan gaan we door. Go, 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 go. Misschien gaat hij dood aan onderwaterziekte. Oké, we kunnen hem onder water houden. En dan proberen hem daar te houden. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling is. Oh crap, we zijn dood. Gaat verdammen, we doen gewoon nog één. Nog één game.
We zijn er eigenlijk niet de beste in. Slash Lee, waarom heb ik... Ja, fuck it. We zijn er eigenlijk niet de beste in. Maar dan, we doen nog een spelletje. Nee, hè. Kalkuen. Kijk, we zitten in Kalkuen. Ik weet zelf niet welke map dat dit is. Kan je erdoor kijken naar waar de map? Nee, zeker niet. Maar ik heb wel een sms'je. Dus we gaan eerst kijken wat we hebben gekregen. Oké, goed. Holy shit, dacht dat we hier zijn. Godverdamme. Oké. We beginnen. Oké, nog 10 seconden, is goed. Vips, ik snap eigenlijk niet waarom je zou betalen voor zo'n minigames. Ik snap niet waarom je dat meer hebt. Zo, weet je wel. Oh, deze is cool. Deze map is echt nice. Oké, hij staat heel dicht bij de chest. Dus, let's go. Oh, wie is hier VIP? Er is hier iemand VIP. Ja, die doet daar is VIP. Die kan vuurwerk afzetten. Oké, we staan heel dicht bij de chest. Dus als we niet zo die beginbuik hebben, dat je op één springt en dan terug achteruit gecarpeteerd wordt, dan kunnen we wel die middelste chesten nemen. En die zijn altijd best. Kunnen we dan naar achter lopen? Ja, langs daar. Oké, let's go. Oké, we hebben een chest, zie ik, goed zo. En hier nog eentje. Wow, shit. En nu gewoon naar achter, Go, go, go. Ik zie daar nog een chest. Kijk, kijk, kijk. We kunnen die dude hier pakken als hij die chest aan het looten is. Hij heeft een stone sword. Kijk, die kegel ik gewoon naar achter. Die gaat wel gekild worden, hoop ik. En nu even mijn armen aan doen. Zo. Zo. Kijk. En nu verder lopen. Na die dude. Ik denk dat hij dood is. Hebben we hem? Kunnen we hem killen? Ja, die hebben we. Hey, en die had een stone sword. Nice. Kijk. En voor de rest had hij gewoon dingen bij dat wij ook hadden. Dus eventjes regenen. En dan gaan we verder, oké. Okay. Gewoon oppassen in deze map. Go, go, go. Oké. Okay. Nee, dit is te moeilijk. Ik ben geen goede parkour, man. Oké, okay, we gaan proberen op die top te raken. Dat is niet makkelijk, maar oké. Okay. Go, go. You will get your kit. Oké, okay, ik heb mijn kit gekregen. Plus 4 attack damage en die is 5. Hier staan er echt veel chests, zie ik. Oké, okay, we kunnen dat aandoen. En dan hebben we chest plate. En daar zie ik een skelet op mijn hoofd. Kunnen we daar op raken? Dank het wel. Oké, okay, we gaan die dude proberen te killen. Oké. We hebben al nice damage op hem gedaan. Oké, is goed. Nice. Daar zit nog een chest. Oké, oppassen voor die lava hier. Holy shit, ik hoor iets. Holy, die dude is ook dood. Oké, we hebben al. Wow, we hebben al 3 kills. Fuck yeah. Oké, en nu gaan we hier gewoon een beetje defenden. We zitten op een nice streak. Ah, godverdomme, we staan in brand. Goddammit. Hoe lang nog? 7 seconden. Nee. Kom op, ga uit. Vuur, please. Please, oh, dank u. Nu snel dit eten. En hopen dat we niet honger krijgen. Ja, we hebben toch honger. Kijk, we hebben cooked fish. Fuck it. Weet je dat? Dan, oké. We moeten hier wel weg raken. Dus ik ga hier nog eventjes staan. Wachten tot dat we een beetje levens hebben geregend. Want ik denk als ik nu spring op dat ik dood ben. Dus we kunnen het erop wagen. Oh, we hebben speed. Oké. Zo. En dan zo. Oké. En nu kunnen we gewoon naar de andere kant van de map gaan. Dus daar hou ik in naartoe. En we hebben wel honger. Dus, maar we hebben nog veel cooked fish. Dus daar zit er nog allemaal shit in. En zo. Wow, joh. Deze map is echt nice. Moet je zeggen, oh crap, schoentjes. Wat is toen die fortune? Oh, even die. Nah, we houden gewoon die aan dat we nu hebben. Oké, ja, man, dacht even dat we dat niet gingen halen. Maar hoeveel zijn we nog? Players 2, oeh. Oh, go, go, go. Ja, die doet waarschijnlijk wat gebeurt er. Oh ja, oké. Dus, kunnen we iets doen om hem te killen? Ik denk het niet, want hij heeft zo'n creeper egg. Holy shit. Oké, let's go. We kunnen proberen hem te killen. Maar hij heeft de diamond sword. Wat? Niet eerlijk. Niet eerlijk, man. Oh, fucking unfair. Dat is niet eerlijk. Stomme VIP. Dat is toch niet fair. Doe slash lief. We hebben wel veel kills gehaald in die laatste match. Maar toch vond ik het niet eerlijk. Want die VIP, ja, die VIP was gewoon fucking unfair. Dus, vond je het nou vet om te kijken hoe ik survival games slash hunger games speel? Laat zeker een likeje achter en dan ga ik zo meer video's maken. Vinden jullie deze serie nu echt
fucking saai dat het op geen klote trekt. Dat ik er gewoon mee moet stoppen en meer gewoon Minecraft Survival moet doen. Laat dat zeker weten. Ik ben Jaat, zij zit. Ja, waarom mis ik altijd? Ik ben Ace zit en ik zeg yo.